Welkom aan u allen in dit programma Het Woord van God. En vanavond mag ik u weer iets vertellen over het Woord van God. En wat ik eigenlijk vandaag wilde halen uit de Bijbel, er staat niet zoveel in in de Bijbel. Want het is vandaag 15 augustus, zusters en broeders. En dan vieren wij. ...Rooms-Katholieken een heel groot Mariafeest. Het oudste Mariafeest en het belangrijkste Mariafeest dat er bestaat. Namelijk Maria ten hemel opgenomen. Wij gedenken vandaag dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. En om dat nou een beetje uit te leggen ga ik u een paar feesten van Maria even opnoemen... En dan zien wij daarin een groei naar dat feest wat wij vandaag vieren. Maria ten hemel opneming 15 augustus. En ik begin allereerst met het feest van Maria onbevlekte ontvangenis. We weten allemaal dat wij mensen een heel belangrijk moment hebben in ons leven. En dat is het moment dat wij ontvangen worden in de schoot van onze moeder. Dat is het belangrijkste moment van ieder mensenleven. Daar begint ons leven. Daar zijn vader en moeder en God zijn daar scheppend aanwezig. En zo is dat ook voor Maria het geval. En wij noemen dat de onbevlekte ontvangenis van Maria, want wij geloven wij christenen wij geloven en wij moeten het ook aanvaarden want het is een dogma. Wij geloven dat Maria op het moment dat zij ontvangen is in de schoot van haar moeder, de heilige Anna, haar vader was Joachim, dat op dat moment Maria door een bijzondere ingreep van God gevrijwaard is van de Erfzonde en alle gevolgen van dat. Dat zij vol van genade was. Dat is het feest van Maria, onbevlekte ontvangenis. En dat is in 1854 door Pius IX, Paus Pius IX, uitgeroepen tot een dogma. En dat is dus iets wat van goddelijke openbaring is. Dat wij dus moeten geloven. En kijk, zoiets doe je niet zomaar zo'n dogma uitroepen. En de bisschoppen waren nogal een klein beetje verdeeld. Er was geen geweldige, overweldige meer, overweldigende meerderheid ervoor. En eh, ja, en toch heeft de paus het afgekondigd. En het mooie is, vier jaar later, in het jaar nee, 1858. Vier jaar later komt Maria in Lourdes aan een heel jong meisje, Bernadette Soubirou, komt ze zeggen wie ze is, op verzoek van de pastoor. Vraag aan die schone dame die je daar ziet hoe ze heet. En toen kwam Bernadette bij de pastoor en zei, die schone dame heet, Je suis l'Immaculée Conception, in het Frans natuurlijk. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Het dogma, wat vier jaar daarvoor door de paus was uitgeroepen, wordt door Maria zelf bevestigd. Maria, onbevlekte ontvangenis, 8 december. En, en negen maanden later vieren we de geboorte van Maria, 8 september. En Maria. Samen met Johannes de Doper zijn de enigste twee heiligen waarvan wij de geboortedag vieren, omdat zij zo heel nauw betrokken waren bij de geboorte van Jezus van Nazareth. 8 september, de geboorte van Maria. Later als Maria een jong meisje wordt, we weten niet hoe oud, maar laten we zeggen 16, 17 jaar, krijgt zij de bezoek van een engel. En de engel komt bij haar binnen en zegt, wees gegroet Maria, vol van genade. Daar heb je dat, die onbevlekte ontvangenis. Vol van genade, de Heer is met u. En dan vraagt zij, en ik zeg het even met mijn eigen woorden, toestemming of Maria. De moeder wilde worden van de zoon van God. En Maria, door haar onbevlekte ontvangenis, door haar vol van genade zijn, antwoordt, zie de diensten, maag des Heren, mij geschieden naar zijn woord. En we geloven dat op dat moment, hoe, dat moeten we ons ook niet vragen. Als gelovige mensen moeten wij niet te veel vragen stellen. Klinkt misschien gek als ik dat zeg. Maar geloof heeft, heeft niets te maken met verstand. Geloof heeft altijd iets te maken met het hart. En wij geloven dat op dat moment, 25 maart, Jezus ontvangen is in de schoot van Maria. En negen maanden later, 25 december, is het feest van de geboorte van Jezus. Er is er nog een ander feestje wat. Uh, een een, een feestje van de Heer en van Maria. En daarom is dat ze Maria Lichtmis, 2 februari. In de Joodse wet stond dat elk jongetje dat geboren werd als eerstgeborene. opgedragen moest worden aan de Heer. En zo gingen Jozef en Maria naar de tempel om hun kind, Joshua, Jezus, om die op te dragen aan de Heer, opdracht van de Heer in de Tempel. En wij noemen dat Maria Lichtmis, omdat we toen een processie hadden en met kaarsen. En Jezus was het licht van de wereld. En met kaarsen gingen we, uh, liepen we zo om die tocht van Nazareth naar, naar Jeruzalem uit te drukken. Jezus het licht van de wereld. En daarom noemden wij dat Maria Lichtmis. En daar lieve mensen, uit al die Voorgaande feesten en dogma's. is er een andere dogma gevolgd. En die is uitgesproken door Paus Pius XII. op 1 november 1950. Toen heeft, Marie, heeft de Paus als dogma uitgesproken. Dus een dogma is veel meer iets, iets wat je moet weten, dat is iets wat je moet geloven. Dat de kerk voorhoudt als een van een goddelijke openbaring, een openbaring die van Gods wegen komt. En namelijk dat Maria, de moeder van Jezus, met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Dat noemen wij Maria ten hemelopneming. Maria is in de hemel met lichaam en ziel. In de Bijbel staat er heel weinig. Ik heb ook de Bijbel nu bijna niet in handen gehad. Om in de Bijbel staat het staat heel weinig over Maria en over Jozef. Het gaat om Jezus. We hebben Maria lichaams hebben we genoemd, maar feitelijk was het de opdracht van de Heer. Maar wij hebben een periode gehad in ons in de geschiedenis van de kerk dat we Maria Eigenlijk een grotere plaats gaven dan de Heer. Maria Lichmis, het ging op de opdracht van de Heer. Of Maria Boodschap. Dat is de aankondiging van de Heer. Waarin Inge Gabriel aan Maria vraagt of zij mee wil werken aan dat heilsplan van God. En dan zegt zij, zie de diensten, maagd de zieren. Maar lieve mensen. Dit gebeuren. Dit dogma. Wat Piers XII, de Twaalfde roemrijke gedachten is, heeft voorgehouden aan de Christenheid, heeft ook een ander iets tot gevolg. Omdat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen, daarom kan zij ook verschijnen op aarde. Daarom kan zij verschijnen aan, aan Bernadette Soubirou in Lourdes in 1854, 1858 en tegen haar zeggen: Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Daarom kan zij verschijnen in Fatima, aan die drie kinderen. Daarom kan zij verschijnen omdat zij met lichaam in de hemel is. En dan moeten we ook zo realistisch zijn. Dat het gezicht van Maria in Lourdes. en het gezicht van Maria in Fatima. en in nog andere plaatsen waar Maria verschenen is. hetzelfde gezicht zal zijn. als van de historische Maria in Nazareth. Datzelfde gezicht. Zal Bernadette Subiru gezien hebben in Lourdes en zal Francesca Lucia en Jacinta gezien hebben in Fatima. Dat is dat prachtige, dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. In de hele Bijbel vinden we nergens dat er een graf is van Maria of dat Maria is ontslapen. Nee. We geloven, en de Bijbel zegt er wel niets van, want in de Bijbel gaat het om de Heer. Maar haar zoon is haar komen halen om het zomaar te zeggen. Kom moeder, je hebt je aardse loopbaan volbracht, laten we samen naar de hemel gaan. En daar is plaats voor iedereen. En laten wij hopen, lieve mensen. En niet alleen hopen, maar ook geloven. Dat dat de eindbestemming is van ieder mens. Wat Maria ten deel is gevallen als eerste der schepselen, zal ons allen eens ten deel vallen. Hoe we dat moeten voorstellen, weten we niet. Laten we dat aan God over. Maar dat wij allen eens, voor altijd, in de hemel zullen zijn met lichaam en ziel. Maria is ons voorgegaan, zij als eerste van alle gelovigen. Amen.